Wortel A keer wortel B is gelijk aan de wortel van A keer B. De tweede rekenregel, ik schrijf hem even voor de volledigheid op. Wortel A gedeeld door wortel B is gelijk aan de wortel van A gedeeld door B. In deze video ga ik inzoomen op de eerste rekenregel. Want, bedenk nou dat ik de volgende wortel heb. Wortel 72. Als ik de eerste rekenregel andersom toepas, dan kan ik een wortel voor het wortel, dan kan ik een factor voor het wortelteken brengen. Dat betekent dat ik wortel 72 wil omschrijven. Ik ga kijken of ik dit kan schrijven als een product van twee factoren. Als mij dat namelijk lukt, dan kan ik daar vervolgens van maken, dat is dan gelijk aan de wortel van die ene factor keer de wortel van die andere factor. En dat is eigenlijk de rekenregel 1, zoals ik hem met het groen heb aangegeven, andersom. Nou, wat je dus eigenlijk voor wil zorgen, dat is dat één van deze twee factoren een zo groot mogelijk kwadraat is. Want als ik de wortel pak van een kwadraat, dan komt dat altijd mooi uit en dan heb ik een factor voor het wortelteken gebracht. Nou, hier hebben we twee stappenplannen voor. Het eerste stappenplan is als volgt. Ik ga het getal 72 delen door 2, 3, 4, 5 enzovoorts. En dat ga ik niet allemaal doen. Ik ga 72 bijvoorbeeld delen door 2. En ik ga voor mezelf na, heb ik dan een mooi kwadraat. Dit stappenplan is uiteindelijk het handigste, want als dat zo is, als ik deel door 2 en ik hou dan een kwadraat over, dan weet ik dat ik automatisch ook het grootst mogelijke kwadraat heb. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij dat heel veel werk is. Gaan we dadelijk zien. En dan is er nog een tweede stappenplan. Je kunt ook gaan delen door de kwadraten. 4, 9, 16, 25 enzovoort. Als je dat namelijk lukt, dan weet je dat je hem in ieder geval omgeschreven krijgt naar een product waarvan één van de twee factoren een kwadraat is. Nou, voorbeeld A, dat is gewoon wortel 72, wat we daarboven al hadden. Als ik het eerste stappenplan gebruik, dan betekent dat dat ik 72 ga delen door 2. Nou, dat komt direct mooi uit en dan hou ik 36 over en dat is een kwadraat. Je zou bijvoorbeeld bij wortel 80 kunnen denken, ja dat komt ook mooi uit, want 80 gedeeld door 2 is 40, maar 40 is geen kwadraat. Het gaat er dus om, en ik zal het even aangeven, dat deze factor hier een kwadraat is. Want dan kan ik in de volgende stap zeggen, dat is wortel 36 keer de wortel van 2. En de wortel van 36 is 6, dus dit wordt 6 wortel 2. Je ziet dat je met het eerste stappenplan hier dus vrij snel klaar bent. Wat als ik het andere stappenplan had gekozen? Je had ook kunnen zeggen, ik ga delen door de kwadraten. En 72, dat is deelbaar door 4. Dus je kunt zeggen, ik ga 72, ga ik schrijven als 4 keer 18. Nou, dan kan ik ervan maken wortel 4 keer wortel 18. En dat is 2 wortel 18. Maar het is de bedoeling dat je een zo groot mogelijk kwadraat voor het wortelteken haalt. En 6 is groter dan 2. Dus je moet bij dit stappenplan wel blijven controleren, kan dat niet nog een grotere factor worden. En dat kan, want 18 kan ik weer gaan schrijven als 9 keer 2. Kijk maar, het volgende kwadraat in deze rij is 9 en 18 is ook deelbaar door 9. Dus nu kan ik zeggen dat is 2 keer wortel 9 keer wortel 2. De wortel van 9 is 3. En 2 keer 3 is 6. Dus je ziet dat je ook met het tweede stappenplan op het juiste antwoord uitkomt. Het kan zijn dat het wat langer duurt, maar je komt ook op het goede antwoord uit. Tenzij je natuurlijk slim bent en zegt, oké, ik ga 72 delen door 4. En dat komt mooi uit. Maar is er nog een groter kwadraat wat mooi uitkomt? En je bent goed met getallen en je bedenkt, ja, dat is 36. En het lijkt alsof dat natuurlijk hetzelfde als het eerste stappenplan. Maar bij het eerste stappenplan gingen we delen door 2 en kwamen we op 36 uit. Nu bedoel ik dat het je lukt om door 36 te delen dat je op 2 uitkomt.
En dan ben je ook met het tweede stappenplan even snel klaar. Maar dat zou bij deze opgave wat lastiger te zien zijn. Het is dus eigenlijk gewoon belangrijk dat je voor jezelf nagaat. Ik ken beide stappenplannen en dat je per opgave even bekijkt wat is het handigste voor deze opgave. Een ander voorbeeld. Bij de wortel van 120 kan ik gaan kijken, is 120 deelbaar door 2? Dat is dat eerste stappenplan. En dan kom ik uit op 60. Nou, dat is geen kwadraat, dus dan ga ik verder. Is 120 deelbaar door 3? Nou, dan kom ik op 40 uit. Die voldoet dus ook niet, want dat is ook geen kwadraat. Dan ga ik 120 delen door 4. Dan kom ik op 30 uit. Dat is ook geen kwadraat. Als je dit stappenplan zou blijven volgen, dan zou je jezelf heel veel werk aandoen, want uiteindelijk vind je pas het grootste kwadraat als je door 30 deelt. Dan kom je op 4 uit. En dat gaat hier het grootste kwadraat blijken. Dus je ziet dat het eerste stappenplan hier 30 sommetjes zou zijn geweest. Dus wat ik zelf altijd in mijn achterhoofd hou. Ik doe het eerste stappenplan proberen. Tenzij ik merk dat daar niet heel snel een mooi kwadraat uitkomt. Dan ga ik tegelijkertijd het andere stappenplan proberen. Hier kan ik in ieder geval zeggen. 120 kan ik dus schrijven als 4 keer 30. Dat wordt wortel 4 keer de wortel van 30. En dat is gelijk aan 2 wortel 30. Als ik het tweede stappenplan had gebruikt, dan had ik dit gedaan. Ik had het gedeeld door het eerste kwadraat, dat is 4. En ik was gelijk op 30 uitgekomen. En dan had ik nu kunnen zeggen, dat is wortel 4 keer 30. Eigenlijk dus hetzelfde als wat ik hierboven heb opgeschreven. Maar je ziet dat ik veel sneller klaar was geweest. Dan hoef ik alleen nog maar te controleren, kan ik 30 niet schrijven als een product waarvan één van de twee een kwadraat is. En het enige wat je dan hoeft te checken, dat is dat je 30 gaat delen door de kwadraten. Als ik 30 door 4 deel, kom ik op 7,5 uit. Nou, dat is geen geheel getal. Dus dat gaat niet voldoen. Ik zet even een bliksemschicht neer. Die gaat niet voldoen. Het volgende kwadraat, dat is 9. Dat gaat ook niet mooi uitkomen. 30 gedeeld door 16 gaat ook niet mooi uitkomen. 30 gedeeld door 25 gaat ook niet mooi uitkomen. En dan kun je dus eigenlijk in al deze rijen bedenken, dat komt niet mooi uit. En dan weet je dat je een zo groot mogelijke factor voor het wortelteken hebt gebracht. Hopelijk kun je met deze twee stappenplannen uit de voeten. Weet je nu ook dat je beide stappenplannen een beetje tegelijkertijd kunt uitproberen. In de hoop dat je zo min mogelijk werk hebt. Maar uiteindelijk ga je dus altijd het juiste antwoord vinden als je maar beide stappenplannen of een van die twee stappenplannen correct volgt. Nou, vond je dit een goede video? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.